Wat zijn de belangrijkste doelstellingen van de samenwerking tussen de NDP en de andere partijen? En hoe denkt u deze samenwerking, dat deze samenwerking zal bijdragen aan de politieke en sociale vooruitgang van Suriname? En mijn tweede vraag is, zijn er ook specifieke uitdagingen of obstakels die de NDP verwacht tegen te komen bij deze samenwerking? En hoe denkt de partij dit over? Laat me aangeven dat wij al een historie hebben van samenwerking met deze politieke partij. Dus om met het laatste te beginnen waar u over heeft, denken wij niet dat die obstakels er zullen zijn. In te gaan op uw eerste vraag, eigenlijk hebben wij dat duidelijk al aangegeven in het convenant, maar ook in de toespraken van de voorzitters. Na de ondertekening hebben we duidelijk aangegeven wat de speerpunten zullen zijn van ons beleid en wat te doen na de verkiezingen toe. Natuurlijk hangt alles af van verkiezingswinst in 2025. Je gaat in het machtscentrum moeten komen om bepaalde zaken door te voeren en verandering teweeg te brengen. Wij gaan ons dus nu sterk maken om die samenwerking zo hecht te maken dat we gezamenlijk gaan optrekken, het veld op gaan en de kiezers zodanig gaan overtuigen dat deze combinatie zoals het is, wel onder de vlag van de NDP, onder de paraplu van de NDP, een overwinning zal in 2025 om deze zaken te realiseren voor de Surinamers. En dan zeggen wij daarbij Suriname eerst. Ja, ter aanvulling op voorzitter Abrahams, en ik dacht dat de voorzitter aan VB dat in zijn eerdere statement had gezegd. Wij leven nu ongeveer een jaar na de verkiezingen, 2025. En wanneer je let op het politiek landschap in Suriname, zijn er inderdaad geen enkele andere smaken meer dan de partijen die zich vandaag hier hebben verenigd. En ik denk dat dat die grootste politieke uitdaging is wanneer je let op het gefragmenteerd politiek landschap in Suriname, toch? Dat het belangrijk is dat we, wanneer je zegt dit regeringsbeleid heeft op bijkans alle fronten gefaald in de afgelopen 4 jaren, heb je alleen een verenigde oppositioneel, een sterk front nodig. En we hebben hier vandaag de aanzet gegeven, hè? We zijn met 4 partijen begonnen en niet voor niets hebben we als AVB gesteld. Laat dit het forum zijn voor alle progressieve krachten in Suriname. De morele reserves die er zijn in Suriname, zowel buiten Suriname. Laat je niet hinderen door jouw enge partijpolitieke kleur of logo. Net zoals iedereen, alle voorzitters hebben gezegd, er is maar 1 belang voor ogen. En dat is het belang van ons geliefd land Suriname. Dus wanneer u de partij hier ziet, zal elke partij er wel partijpolitiek electoraal belang bij hebben om die samenwerking vandaag te tekenen. Maar voor ons als AVB is in ieder geval belangrijk dat wij dat doen in de hoop en het vertrouwen dat dit een goede, positieve bouwsteen is voor een beter Suriname, die Surinamers echt verdienen. We weten hoe dat anders had gemoeten en we weten vooral nu, de afgelopen 4 jaren, hoe deze samenleving is getergd en hoe het zeker anders moet op bijkans alle fronten in die samenleving. Sociaal-economisch, politiek-bestuurlijk, maatschappelijk, op het gebied van natievorming, onze samenleving. Elk segment is iets dat voor correctie, voor hervorming en vernieuwing vatbaar is. Dank u. Even voor de duidelijkheid, het was de NDP die pre-electorale samenwerking had verboden bij de, dus hoe ziet deze samenwerking eruit? Hoe moet ik er tegenaan kijken? Gaan de partijen die getekend hebben en nog zullen tekenen, zullen ze opgaan in de NDP? Zoals het er naar uitziet, u zei daarnet, het is een situatie waar je inderdaad volgens de regelgeving een pre-electoraal verbod hebt, zoals dat populair wordt genoemd. Maar wat niet verboden is natuurlijk, dat staat elke partij vrij. Je kunt zowel pre- als post-electoraal samenwerkingen sluiten met any partij. Dat is het grondwettelijk recht van ieder en van elke andere partij. En hoe dat zich zal uitkristalliseren op de kandidaatlijsten enzovoorts, we weten dat er een landelijke evenredigheidsstelsel is, dat is iets
dat nog nader met partijen moet worden uitgewerkt. Maar dat is niet het belangrijkste naar mijn gevoel. Omdat iedereen die belangrijke vraag die u stelt en die interessant is voor vele mensen. Maar zo moet ik lezen en hoe gaat belangrijk is dat elke partij in deze samenwerking in ieder geval zijn of haar identiteit en zijn kernwaarden gaat behouden. Belangrijk is dat er nu een traject volgt dat wij gedeelde kernwaarden, gedeelde fundamenten en uitgangspunten samen gaan formuleren met die samenleving om een goede beurt te maken voor de komende verkiezingen. Even een andere vraag. Ik neem aan dat hoe heet dat? Ik kom niet op dat woord, maar in het geval van Gratie. In het geval van Boutersen, ik neem aan dat de NDP, een van de eerste dingen die de NDP gaat doen, is gratie verlenen aan heer Boutersen. Ik neem aan dat de partijen die getekend hebben daarmee eens zijn. Geen problemen daarmee, neem ik aan. Laat me duidelijk zijn, want dat is op dit moment niet aan de orde. Aan de orde is verkiezingen winnen. Want alles wat je wil gaan doen, ga je eerst moeten bewijzen waar je bent en waar je staat. Dus als wij daar niet aankomen, zal er ook geen mogelijkheid zijn daartoe. Maar we nemen het wel mee. Het is één van de zaken die in ieder geval hoog in het vaandel staat van de Nationale Democratische Partij. Okay. Ik heb een vraag ten aanzien van propaganda, hè? Want jullie gaan nu samenwerken. Ik vraag me af, hoe zal dat zijn in de praktijk? Wat gaan jullie die mensen zeggen? Stemmen jullie op de NDP? Want dat is het toch, er komt maar één lijst. Wat zeggen jullie aan de mensen vanaf vandaag? Want nu zitten jullie met vier partijen hier. Wat zeg je? Wij gaan de verkiezingen in, en laten we dat dan goed verwoorden, onder de vlag van de Nationale Democratische Partij. Want net wat u zegt, er is dus één partij die zich inschrijft. Ja. Het is geen samen, zeg maar, dat je een samenbundeling krijgt waarbij dat, hoe het vroeger was, het is nu verboden. Dus de NDP schrijft in en de overige partijen die komen dus onder de paraplu van de NDP. Ze behouden daarbij hun identiteit door in het veld met hun eigen shirts en met hun eigen vlag. Ja? En natuurlijk zullen hun mensen, ja, ook gekandideerd worden op de lijst van de NDP in de 51. Ja. Duidelijk? Ja, ja. Okay. Ik stond versteld om te zien dat ik de partij die we de hele tijd niet hebben gezien, vandaag wel aardig wat leden op de been heeft gebracht. Je bedoelt de HVB? Ja, de HVB. Oh, ik dacht dat u bedoelde de NDP. Nee, de NDP kennen we wel, maar de HVB hebben we eerder gezien met, trouwens die hele periode een beetje stil geweest. Ja, alleen aan het eind hoorde ik meneer Noes Halim. Maar wat is de bijdrage bij deze samenwerking vanuit de HVB? Bij deze de HVB? Je maakt dat tante hier aan het dong, hè? U weet, als we praten over de NDP en de HVB, één ding dat we gemeenschappelijk hebben, en dat is één van de zaken die ons nader tot elkaar heeft gebracht, los van die eerdere samenwerking die we hebben gehad, afgelopen regeertermijn, is dat wij, u verwees naar die achterban van ons, de achterban moest door, de am door, de amai door. Toch? Usabi, ta, ya, yo longwa rit voor 5 jaar. Of soms eerder. En we hebben ons altijd ook zodanig opgesteld dat wij weten op welke momenten wij die focus moeten verleggen. Welke momenten wij uit moeten komen. Welke momenten je moet inhouden. En welke momenten je moet gaan toeslaan. Toch? En ik denk dus dat vandaag een van die momenten is waar we zonder te komen aan structuren en andere partijsentimenten, want onder elkaar trappartij, laten de mensen hun werk doen,
zonder daaraan te komen dat wij onze statement maken. En dat is de presentatie van een overtuigd politiek alternatief. Asansa Furustranamang Afanorutide. De Wansa bij de teleurgesteld in stem slim VHP. En de mannen die misschien niet wilden gaan stemmen meer op NDP-regering en HVB enzovoorts. Ik denk dat met de laatste ontwikkelingen, 2 jaar, 3 jaar al, zijn nu echt geen andere alternatieven. En wij als politici hebben nu de verplichting om het vertrouwen zoals dat tot vandaag gegeven is, niet te beschamen. Dank u. Dank u. De PDO was de hele tijd, je hoort niks van de PDO. Maar hardlopers zijn meer doodlopers. In de hele PDO, we werken ondergronds. Onze bijdrage naar deze groepsvorming zal zeker absoluut bijdragen tot het aantal zetels. Net als de bijdrage van de HVB. Hoe de takvoeren, hoe de McBarbari, we werken ondergronds. We gaan geen grote meetings organiseren. We horen morgen voor de Pching onder onze meeting. En dat bereik je de massa meer. Kan je beter tot de mensen communiceren. En de resultaten zullen je zien 2025 samen onder de vlag van de NDP. Even, ik ben nog aan het woord. Want misschien je vet is. Ja, vraag. Ja, kom. Maar laat me u één ding zeggen. Deze mannen hebben ervoor gezorgd dat we niet zo hard hoeven te werken meer. Om ze te verslaan. Want elke dag is er een nieuw ding. Wanneer je telefoon openmaakt, je leest wat nieuws aan. Nu hoor je dat mensen onderhandelen. Nu dat moeders ook komen bepalen. En die ook iets erbij doen. Dus je moet kijken dat friends and family is nu verschoven naar ook moeder en vader. Dus naar de klasse oosten en de society. Toch? Oudermiddag. Leo moest op oudermiddag. Toch? En daar is het gelukt. Daar heeft hij water in de wijn gedaan. Heeft hij sorry ingetrokken. Heeft hij nee gezegd en wel gezegd. Letten jullie op. Mensen. Aan op tjeningere edraai kondre. Na bijimang edraai kondre. Mananga boemboe verstaan. Dus. Teteka machti abra. In op ouderdag morgen van Oudu. Na juna ouder. En je moest bepalen. En je hebt verstaan. Je moet tjaring. En je doet het samen met het volk. Samen met het desma. En dat we doen. Het was al gebeurd. Manko Laur naar een stem slim naar 200 dagen naar het desma. De zaad nog bestaan. En vind een rokoi nog niet. Dat na Unu en dat na Moto Funu. Daarvoor gaan wij. Oké. Okay. Ik heb nog een vraag. Ja, maar vraag. Ik hoorde u zeggen dat jullie nog niet praten over de kandidatenlijst, Pismo, Koning, de soort kandidatie. Maar hoe gaat u een samenwerking aan en zo'n belangrijk vraagstuk wordt niet besproken? Weten jullie al hoe het zal zijn met de kandidaten op de lijst wanneer we naar de verkiezingen gaan? Ik heb het horen in ieder geval. Ja? Dus en wanneer u zegt, hoe kun je onderhandelen wanneer je niet eens weet wie op welke plaats komt? Dat is uw vraag, toch? Luistert u. Natuurlijk is positionering op de lijst belangrijk. Daarin zijn bijna alle partijen geïnteresseerd. Alle partijen willen het maximaal rendement op de verkiezingen. En dat is zonder meer, je leeft niet in een vreemd land, dat is zonder meer ook in onze overleg punt van bespreking geweest. Dus dat hebben we niet ontkend. En unom draai om het door. Voorzitter Abraham heeft al gezegd, deze samenwerking betekent electoraal technisch dat je dus één gemeenschappelijke landelijke lijst krijgt, waarbij je dus in ieder geval kandidaat hebt van alle samenwerkende partijen. Hoe die ranking eruit gaat zien, is vandaag nog niet aan de orde. First things first, belangrijk is dat die samenwerkende partijen hebben aangegeven, dit zijn de dingen, die gemeenschappelijke doelen die we voor ogen hebben. Dit is het fundament
sociaal-economisch politiek waarop we willen voortbouwen. En hoe dat zich gaat uitkristalliseren op de lijst, dat zal weer een uitwerking zijn van nader overleg. Dus zo moeilijk als aan het de. Meneer Abrahams, eerder heeft de HVB ook samen met de NDP gewerkt. En tot vandaag aan de dag wordt er nog gesproken over de vorige regering. Er is een vlek. Hoe gaat die samenwerking nu eruit moeten zien? Of moet het eruit zien? Om te voorkomen dat die vlek groter wordt. En om te voorkomen dat, of om te werken aan wegwerken van die vlek. En het heeft meer te maken met a vorige regering doet zo. Zelfs bij vertrek is aangegeven dat de vorige regering zoveel mensen in dienst heeft genomen. Al die namen en al die beschuldigingen, ik weet niet of het beschuldigingen zijn, maar al die aantijgingen. Hoe gaan jullie dat alles wegwerken? Nee, toch moet ik wel zijn. Omdat we beginnen aan Asani, eigenlijk na Asemsan zou regeren, het had je voorjaar lang gepakt. Vlek, kleine vlek, grote vlek, zwarte vlek. En ik denk dat wanneer u goed hebt geluisterd naar alle voorzitters, dat we hebben toegegeven dat er in die regeerperiode waarnaar u verwijst, waarin de HVB zeker heeft geparticipeerd met de NDP, tot het einde, dat is wat u van de HVB mag verwachten, loyaliteit, woord, een man, een woord, is dat er inschattingsfouten zijn gemaakt ten aanzien van onze sociaal-economische benadering, omdat je op een bepaald moment vanwege de schaarste aan middelen, vanwege die verschillende crisis, een moeilijke management hebt om op de juiste dagen, op het juiste moment, de juiste beslissingen te kunnen nemen. En wanneer dat niet lukt en je een andere inschattingsfout hebt gemaakt, so be it, toch? Het volk heeft toen gesproken. We hebben gezegd, een deel ligt op het konto van de vorige regering, maar het grootste deel, je hebt dat al gehoord uit de zaal, komt van een hele arsenaal aan misleiding, aan leugens. En de cijfers liggen er niet om. Wanneer u dus verwijst naar bijvoorbeeld die kastreserve, zijn er cijfers gedocumenteerd vanuit de centrale bank. Fabhistorie dat de inwerkelijkheid. En dat zijn dingen die we echt, we hebben misschien niet zoveel onze best gedaan om die dingen te ontkrachten. Dat heeft onze das omgedaan. Maar ik denk dat nu het volk juist de man, ai oponono, de maishi. En is dat Salomai Itaki? Jongen, aan de bouten, asan begon moeilijk, maar Pina. En wat wij u beloven is dat iedereen, elke dag, ik kies u aan Pretinjang, ik kies u aan Dak Tapsede Ede. Dat is waarvoor we staan. En a flek, komt dat kan zo eren, want dan met die bron bakken toch? Met die bron! Ja. If Abenewa flek hier, het was een flek hier. Maar Sande no de. Nou, een boombigi. Sande, wat olo, wat bigi flek, jongen. Sma e dede, omdat de noma pai datra. En ook kan de wan flek hier toch? Smano my tis the money de uroko tranga sanning one black hole voor het eerst in de geschiedenis. Waarover praten we? Dat praat u over een vlekje van toen. Pradanga, luister, wanneer u verwees echt en we hebben toegegeven wat doet kiezen. Ik verwees niet hoor. Ja. De vorige regering, de huidige regering verwees naar jullie. Ja. Ik verwees niet. In ieder geval, laat het duidelijk zijn dat de situatie waarin wij nu leven, wij dat niet hebben gekend. We hebben niet gekend, Utak vorige lezing, vorige regering. In elk geval, smano bij Las Brede, ondanks de Beuroko, asana het nog wel bestang. Sma bij Abiding, sociale, sanisade bij Tissi, voor overleef. No de.
Jongen, sardines er vind je maar bij. Mag ik nog even wat toelichten? Want men heet het van de vorige regering, Ik ga werkelijk terug naar die vorige regering. Maar laten we even naar elkaar kijken in de ogen en eerlijk aangeven. Wat is de koers die ze hebben overgenomen? En dan praat ik nog erbij over de douanekoers. Alle spullen die in Suriname kwamen, waar belasting op werd betaald, waarvoor u moest betalen in de winkel, was een koers van 7,52. Wat is het vandaag? Wat hebben ze beloofd met betrekking tot de benzineprijs? Aan de boeren in Nikeri. Wat zouden ze doen voor de boeren in Nikeri? Wat was de prijs? Bouters heeft altijd gezegd, de prijs mag 7 SRB niet passeren. En hij heeft toen alle kofferentiek heeft hij teruggegeven aan het volk. En het is nooit boven de 7 SRB gekomen. Wat is de huidige prijs vandaag? Ja? Wat is de huidige koers die ze hanteren? En ik kan zo doorgaan, ja? En ik kan alle items noemen. En weet je wat het ergste van is? Wij schreeuwen hier in de stad. Maar weet u hoe moeilijk onze binnenlandbewoners het hebben? Ja. Dan praat ik over onze mensen, de Bosland Creolen en de Indianen, de inheemse en de Marons. Weet u wat een liter benzine kost op Kwame Lasomuto? Weet u wat een liter benzine kost op Stoelmans Eiland? Weet u wat een zak rijst kost daar? Weet u wat een pond suiker daar kost? Mensen pinaren in dit land op het ogenblik. En dat kunnen ze de vorige regering nooit, nimmer, nada, kunnen ze de schuld daarvan geven. 70% van onze bevolking is nu onder de armoedegrens. En dat hebben wij niet gedaan. Wij hebben in ieder geval hebben wij teruggegeven aan het volk. We hebben geleend, ja, omdat wij ons volk niet laten pinaren. En wij gaan dit volk nooit laten pinaren. Laat het gezegd. Goed, ik denk dat dat alle vragen zijn. Nee. Ja. Er is nog een. Er zijn nog veel vragen. Echt waar? Van de voorzitter. Ja. Ik bedoel, de waar die met voorzitter. Meneer Abraham, 6 juli is de verkiezingen. Gaan we u dan officieel voorzitter noemen dan? Gaat u zich kandidaat stellen? U loopt vooruit op zaken, dat weten we nog niet. U weet dat er op het ogenblik de interne verkiezingen gehouden zullen worden. Dus de verkiezingen zullen dat uitwijzen. Maar gaat u zich kandidaat stellen? Dat is nou op het ogenblik niet aan de orde. Want voorzitter Abrahams klinkt wel goed. Ja, maar ik zeg u, dat is op het ogenblik. Wij hebben bepaalde regels binnen onze organisatie. En je moet eerst gekozen worden tot lid van het hoofdbestuur. Zolang je geen lid van het hoofdbestuur bent, kun je geen kandidaatstelling doen van een voorzitter. Dus... Heeft u die ambities? Ik heb een achterban. En ik luister naar mijn achterban. Heeft u die ambities? Heb ik altijd gehad, anders was ik geen voorzitter op het ogenblik van de partij. En ik heb als tweede man al ruim 24 jaar, naast Bouterse, achter Bouterse, heb ik leiding gegeven aan de partij. Onder alle omstandigheden. En we hebben hele grote successen behaald. Men geeft aan dat u de ideale kandidaat bent. Omdat u Bouterse, u was bij Bouterse, u nangama wakaloontu alasan. Eigenlijk, u moest naar een partij. Hoe gaat u daarmee om? Ik stel mij open. Ik wil nog zeggen, ik moet eerst gekozen worden. Jullie willen dingen horen die er niet zijn op het ogenblik. Het werd toch duidelijk geweest. Alvorens ik niet gekozen word in het hoofdbestuur, kan ik mij niet kandidaat stellen. Er is een verkiezingsreglement binnen onze organisatie. En daar moeten we ons aan houden. En laat me dit aangeven, u wil dingen uit mij trekken. Deze man die hier zit, zal nooit interne aangelegenheden van de partij in de media bespreken. Nu niet, dan niet, nooit niet en ook nu niet. Ik heb nog een vraag. Voor deze heren, want de Maitaki. Gaat u gang. Ik van meningsuiting, persvrijheid. Ja, HVB. Terwijl we weten dat natuurlijk alle partijen moeten bijdrage leveren aan het geheel. Horen wij dat jullie bijna geen leden meer hebben, want allemaal zijn terug naar de kiezen. Ik ga naar buiten. 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 Ik
voorzitter gaat antwoorden. Ik heb zelf gesproken met de PL-leider. Ze geven aan dat Alaris Mako terug. Wat hebben jullie aan leden? Ze zijn gesproken. Dus wat is het eigenlijk? De tablet maar serieus. Apotheek naar tablet maar. Wat wilt u van me horen? Moet je redden, Patok. Luistert u. We weten dat de... We hebben gehoord dat die voorzitter van de Partij Luhur heeft gezegd dat de HVB een kleine concurrent is. We hebben de mening aan verkiezingen in 2020 in Paramaribo. En we hebben rond de 2600, 2500 stemmen gehaald. En zij 15 stemmen meer dan ons. Dat soort kleine concurrentorieta. En we weten dat die voorzitter enorm bang is voor elke stap die we maken. We hebben... En elke stap, Aladdin Fasaneng, diarree dressing, no? Aladdin Nori tablet, kebah. Ze zijn onder de brug. Dus we maken ons niet druk. En hier zei hij, al blaffen de honden. A caravan voor een godoro. Dus de mama, dat is dan niet. 2025 zal bewezen. Sumago, pe en sumatang. En na semtichi, a semtichi, sanak. Awe foru. En naka blaka foru moro tranga. Want hij denkt dat die mensen daar zijn gegaan. We hebben een karden koteksani door teki. Maar wat gaan ze doen? Ze blijven bij hun huis. En dat gaat blijken 2025. Unetak foru. Gerald. Uneloksma kona vergadering. Unolok no ama konja. Une potbus, une pai oligisma, religieuze groepen voor kom bezoek van een vergadering. Wij hebben onze ideologie, wij hebben onze gedachten en we zijn in 7 jaar gegroeid naar de grootste buitenparlementaire partij. Yeah. En daarom werken we met de grootste partij. En daarvoor is die voorzitter bang. Daarvoor is hij bang. Want Tigri las alle penikaba. Alla Tifi, alla Nangara. Lassi. En HVB krijgt de ondersteuning van de NDP. Ja, HVB. Ik kies een ondersteuning voor NDP. Het is oké. Het is oké. Oké, dames en heren van de media. Ik denk dat u genoeg hebt gehoord van de voorzitters. En ik wil u dan ook bedanken voor de wijze waarop u vragen. Als u nog misschien one-on-one. Oké, bijzondere, aparte gast op deze aangelegenheid is voorzitter Cairo van de Militaire Band. Bent u ook NDP'er? Helaas niet. Helaas niet? Nee, ik ben geen NDP'er. Er zijn 4 partijen, van welke bent u lid? Ik ben nog geen lid van geen van de partijen. Geen enkele politieke partij? Nee, helemaal niet. Kom, ik dacht, had u niet een link met Stree? Ja, dat was in 2020. Tot daar. En u heeft u geen politiek huis? Nee, nu niet. Ik heb politieke vrienden. Wat doet u hier vandaag? Nou, ik ben belast met de totale veiligheid vandaag. Dus vandaar dat ik hier ben. Op die manier. En naar welke partij zou die voorzitter van de Militaire Bond, waar zou hij zich inschrijven het liefst? Ik heb nog niet daarover nagedacht. Ik moet nog nadenken. Is goed. Goed, dat was de voorzitter van de Militaire Bond. Dan gaan we deze livestream afsluiten. En we een goede plek vinden haar. Hier.